Hey, hallo allemaal en welkom terug bij Motorvlog NL. Mijn naam is Roy en we zijn op Motorcycle Live in Birmingham, Engeland. Tijdens de 2 dagen dat ik op deze motorbeurs heb rondgelopen, viel ik me op dat veel merken zich meer en meer gaan richten op de adventure rider. En misschien komt het ook wel omdat ik zelf een interesse heb gewekt voor deze allroad adventure bikes, dat ze me meer opvallen. Maar laten we eens kijken welke adventure bikes we in 2023 tegen kunnen gaan komen. De Ducati Multistrada was een gewilde adventure bike tijdens de beurs en al snel na het openen van de beurs vormde zich een behoorlijke groep mensen om deze Ducati's. Mede hierom heb ik helaas niet veel videomateriaal kunnen maken, het was simpelweg te druk op de stand. De Ducati Multistrada is vanaf 2023 leverbaar als V2, V2S, V4, V4S, V4 Pikes Peak en de nieuwe V4 Rally. En de laatste is dan ook het paradepaardje op deze beurs bij Ducati. De V4 Rally heeft een 170 pk V4 Gran Turismo blok. Met 1158 cc en levert 121 Nm koppel bij 8750 toeren per minuut. Het blok zelf weegt maar 66,7 kg en de totale motor komt op een rijklaar gewicht van 260 kg. De tankinhoud van de V4 Rally is 30 liter en is daarmee net zo groot als de concurrerende BMW R1250 GS en de Triumph Tiger 1200 Rally Explorer. De V4 Rally wordt geleverd met 4 rijmodi, namelijk Sport, Touring, Urban en Enduro. Dus Ducati heeft echt wel gekeken naar de doelgroep en het gebruik van deze motorfiets. Ook KTM laat komend jaar weer van zich horen in het segment Adventure Bikes. In 2023 zijn de 1290 Super Adventure S, de 890 Adventure in zowel de basis- als de R-uitvoering, de 790 Adventure R en de 690 Enduro R, alsmede de 450 Rally Replica als nieuwe modellen leverbaar. De KTM 1290 Super Adventure S en R leveren beide 160 pk en 138 Nm koppel uit de 1290cc V-twin LC8 blok. In tegenstelling tot de Ducati Multistrada V4 Rally, de BMW R1250 GS en de Triumph Tiger 1200 Rally Explorer is de KTM Super Adventure uitgerust met een tankinhoud van maar 23 liter, maar is met maar liefst 221 kg een stuk lichter dan de concurrentie. Het grote verschil tussen de 1290 Super Adventure S en R zit hem in het beoogde gebruik. Waar de S meer gericht is op het gebruik op asfalt, zie je bij de R-uitvoering een meer offroad georiënteerde motorfiets met 19 mm meer grondspeling en spaakvellen ten opzichte van de S. Ook de veerweg is met 220 mm zowel voor als achter bij de R 20 mm groter dan bij de S-uitvoering. Als je in het Verenigd Koninkrijk bent, kan een bezoek aan de stand van Triumph natuurlijk niet ontbreken. En ook hier vinden we genoeg moois om te bekijken in de adventure-klasse, zoals de Tiger 900 en de Tiger 1200. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van de Triumph Tiger 1200 Rally Pro. De Rally Pro wordt afgeleverd met een 20 liter tank en datzelfde geldt voor de wegversie, de GT. Wil je de grotere 30 liter tank inhoud, dan kies je voor de Explorer-versie, die zowel op de Rally als de GT beschikbaar is. Beide versies zijn uitgerust met een 3-cylinder 1160cc blok die 150 pk vermogen levert en een koppel van 130 Nm bij 7000 toeren. De GT staat op aluminium velgen. Aan de voorzijde 19 inch en achterop een 18 inch. De Rally wordt geleverd met een 21 inch aan de voorzijde en een 18 inch aan de achterzijde. De Rally heeft op de voorvork en achterveer 220 mm veerweg, terwijl de GT-versie het met 200 mm voor en achter moet doen. Het gewicht van de Triumph Tiger 1200 GT Pro is 245 kg en voor de Rally Pro 249 kg. Kies je voor de Explorer-uitvoering van zowel de GT als de Rally, dan kom je op 255 kg voor de GT en 261 kg voor de Rally Explorer. Maar krijg je zoals gezegd wel 10 liter extra brandstof.
Suzuki komt in 2023 met de nieuwe DL 800 DE. Deze adventurebike is het nieuwe broertje van de V-Strom familie en komt te staan tussen de DL 650 en de DL 1050 van Suzuki. In tegenstelling tot de eerdere V-Strom modellen krijgt de DL 800 DE geen V2 motor, maar een 2-cilinder inlijn motorblok welke 776 cc bevat. Dit blok is compleet nieuw ontworpen en levert een vermogen van 84,3 pk en 78 Nm koppel bij 6800 toeren. De DL 800 DE is voorzien van een 21 inch voorwiel en een stelbare vering met een veerweg van 220 mm aan zowel de voor- als achterzijde van de motor. Suzuki levert deze V-Strom in zowel vol vermogen als 35 kW, waarmee die dus ook geschikt is voor het A2 rijbewijs. Harley-Davidson is niet de eerste naam waar je aan denkt als je het hebt over adventurebikes. Maar sinds 2021 levert de Amerikaanse motorfabrikant een adventurebike, of adventure tourer, in de vorm van de Pan America 1250 en de 1250 Special. Met wat Harley de Revolution Max aandrijving noemt, krijg je een adventurebike die 1252 cc bevat, 150 pk vermogen en 128 Nm koppel afgeeft bij 6750 toeren. De Pan America heeft een 21,2 liter brandstoftank en een rijklaar gewicht van 245 kilo. De Harley staat op aluminiumvelgen en is daarmee in mijn ogen toch meer asfaltgericht en niet specifiek gebouwd voor zwaar off-road gebruik. Maar dat wil niet zeggen dat hij bang is van een gravelweg. Dit zie je ook terug in de wielmaten. 19 inch voor het voorwiel en 17 inch voor het achterwiel. Overigens levert Harley-Davidson wel spaakvelgen voor de Pan America die hem net weer wat meer off-road mogelijkheden en looks geeft. In de vorige video hebben we hem al gezien. Maar omdat deze video in het teken van de adventurebike staat, mag die ook hier niet ontbreken. De BMW R1250 GS Adventure wordt al jaren door velen beschouwd als de ultieme adventure tourer en ook in 2023 ontbreekt deze 136 pk sterke 2-cilinder boxermotor niet op de Engelse beurs. De BMW R1250 GS heeft een 20 liter tank, waar de GS Adventure voorzien is van een 30 liter tank. De GS weegt rijklaar 249 kilo, terwijl de Adventure 268 kilo schoon aan de haak is. Beide uitvoeringen voorzien het bestuurder van 136 pk en 143 Nm koppel. De GS heeft een veerweg van 190 mm aan de voorzijde en 200 mm aan de achterzijde, terwijl de GS Adventure een veerweg van 210 mm heeft aan de voorzijde en 220 mm achter. Daarmee is de veerweg aan de voorzijde korter dan bij zijn concurrenten van Triumph, Ducati en KTM, die alle 220 mm veerweg te vergeven hebben. Ook hier zien we bij de GS-versie gegoten aluminium velgen en bij de GS Adventure spaakvelgen en deze zijn in beide gevallen 19 inch aan de voorzijde en 17 inch aan de achterzijde. Naast het bekijken van motoren was er ook de mogelijkheid om diverse motoren te testen. Dit kon in de Test Ride Zone en op de Adventure Experience. Helaas is het voor niet-Engelsen niet mogelijk om aan deze activiteiten mee te doen, want je dient in het bezit te zijn van een geldig Engels rijbewijs. Geloof me, ik heb het geprobeerd. Maar voor de kleintjes onder ons was er ook een mogelijkheid om kennis te maken met het leven op twee wielen. Op de Arena Cross Youth MX Experience konden de kleinste onder ons ook lekker rondcrossen. Harley-Davidson bood de mogelijkheid om het gevoel van een Harley te ervaren op de HD Jumpstart en ook Honda en BMW hadden een rollenbank neergezet op de beurs. En ook de Britse politie was vertegenwoordigd op de beurs en toonde diverse oude en nieuwe motorfietsen die vroeger en nu in gebruik zijn. En hiermee zijn we aangekomen aan het einde van de beurs en dus deze video. Er was genoeg te zien en ik heb maar een klein deel ervan kunnen filmen door een technisch probleem met mijn camera. Hopelijk gaat het me beter af tijdens de motorbeurs in Utrecht van 23 tot en met 26 februari, want daar zal ik zeker aanwezig zijn. Jij ook? Vond je deze video leuk? Laat dan een duimpje achter en wil je een reactie geven op de video, dan staat de commentsectie hieronder altijd open. En wil je meer van mijn videocreaties zien en hoe ik met de tijd beter word in filmen en monteren hopelijk, abonneer je dan op mijn kanaal. Dit was MotorvlogNL op Motorcycle Live.
in Birmingham. Tot de volgende video.